Goedendag, welkom wederom bij Café Weltschmerz. Terrorisme in Europa, wat zijn de oorzaken, hoe staat het met de bestrijdingen van, wat zijn de politieke gevolgen ervan? Daarvoor ga ik het vandaag hebben met Rob de Wijk, directeur van het Hague Centrum for Security Studies en hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. Rob, welkom weer. Ja, dank je. Terrorisme, daar heb jij in het verleden en recent over geschreven. Ja. Onder andere heb je een boek Doelwit Europa geschreven. Ja, dat is al een tijdje geleden. Al meer dan 10 jaar geleden, 12 jaar geleden, dat ik met Carla Ralk dat ben gaan doen. En het idee was om eens op een rij te zetten welke aanslagen er nou zijn geweest en die het tot de rechter hebben gebracht. Ja. Waar dus een goed inzicht in is geweest van hoe die aanslagen verlopen zijn. Mm-hmm. Er zitten ook complotten bij. Dus eigenlijk de meeste complotten zijn helemaal niet ontaard in een aanslag, maar zijn gewoon of doodgebloed of zijn opgerold. Ja. En wat kun je dan uit die analyse halen wat de werkwijze is van terroristen. Dat was gek genoeg in die tijd nog nooit gedaan. Sinds die tijd zijn er wat meer studies verschenen, maar ik vind dat nou juist een redelijk onderzoek om ook zeg maar vanuit de empirie te kunnen bepalen van wat drijft die terroristen nou en hoe doen ze het nu eigenlijk? Ja. Want er waren een hoop indianenverhalen en niemand had ooit de moeite genomen om eens te kijken van welke complotten zijn er nu. Allemaal geweest en welke conclusies kun je daaruit trekken? Nou, we hebben daar, ik meen, 40 of 50 complotten. Vanuit 1994 hebben we pakweg 40, 50 complotten die het voor de rechter hebben gebracht, hebben uitgeplozen. Maar in dit boek, dit is net uit, hebben we dat onderzoek weer opnieuw gedaan. En nu komen we in de buurt van de 200 complotten die goed gedocumenteerd zijn. En hebben we gekeken van, nou, wat is nou de ontwikkeling die het terrorisme heeft meegemaakt gedurende al die jaren. Ja. En daar kan je wel wat over zeggen. Ja, je hebt het geschreven met Edwin Bakker, Uri Rosenthal. Ja, ik zat in de redactie en ik heb bijgedragen aan een aantal hoofdstukken. En het onderzoek dat begonnen is aan dat boekje Doelwit Europa, dat hebben we dus eigenlijk weer verder uitgewerkt. Dat is ook al eerder gebeurd, is ook in Amerika verschenen. En dat is wel aardig om, om gewoon een goed inzicht te krijgen in wat die lui nou eigenlijk willen. Ja, en er zijn twee hele belangrijke elementen die je noemt. Dat is zeg maar de motivatie en de manier waarop ze het aanpakken. Ja, de modus operandi noemen we dat. Hè? Dus de wijze waarop je dat doet. Ja, die modus operandi die veranderen door de loop van de tijd. Je bent geneigd om te denken dat het allemaal hele grote aanslagen zijn. Nou, dat is gewoon niet zo. Als je pakweg 10 jaar geleden begon er toch een behoorlijke kentering plaats te vinden. In die eerste studie, Doelwit Europa, hebben wij bijvoorbeeld eenlingen niet meegenomen. Ja. Omdat dat gewoon niet interessant was. Ja, nee, er was wel wat gebeurd met Theo van Gogh. Oké, dat was natuurlijk ernstig, maar dat waren eigenlijk uitzonderingen. Het meeste waren gewoon wat grotere aanslagen door groepen terroristen. Nou, en dan zie je dus zo dat 10 jaar geleden dat begint te kenteren. En op dit ogenblik is, ik denk, dat is mijn inschatting, de meerderheid van de aanslagen die worden uitgevoerd door eenlingen. Ja, er zijn dus meer Mohammed Bouyeri, zeg maar, gekomen. Mensen die min of meer in een eentje misschien absoluut geholpen, maar onduidelijk door die. En dan is natuurlijk de grote vraag van hoe kan dat nou? Ja. En dan ga je daar dus naar kijken hoe dat dan kan. Nou, dat, een van de punten die wij ook in dat eerste boekje hebben gemaakt van is van, ja, inlichtingenwerk is cruciaal. Mm-hmm. Zorg ervoor dat je die lui opspoort, vervolg ze. Mm-hmm. Nou, dat kan meestal niet, want dan hebben ze nog niks gedaan. Als je nog maar niks gedaan hebt, kun je nog niet vervolgd worden. Dus verstoor dan een operatie. Mm-hmm. Nou, dat mag dan eigenlijk helemaal niet. Dus wat je dan doet is, je weet vrijwel zeker dat iemand iets van plan is. Een of andere extremist, geradicaliseerde moslim, want we hebben ons alleen maar we hebben ons alleen maar gericht op moslim terrorisme in deze boeken. Ja, en dan is de grote vraag van ja, hoe gaat dat dan? Hoe is het mogelijk dat iemand daartoe komt? Wordt hij daartoe aangezet door andere mensen? Of is dat een radicaliseringsproces wat zich in de persoon zelf Je, dat is ontzettend complex. Tegenwoordig wordt er ongelooflijk gesproken over verwarde personen. Mm-hmm. Nou, verwarde mannen hoor je wel. Verwarde personen heet dan officieel. En het zullen mannen en vrouwen zijn. Ja. Die verwarde personen, daar is wel wat voor te zeggen. Alleen de scheidslijn tussen terrorisme en andere hinderlijk gedrag, dat is buitengewoon klein geworden. Ja. Wat je op dit ogenblik ziet, is dat er nogal wat studies zijn geweest naar de achtergrond van dit soort types die aanslagen plegen.
En dan moet je toch wel constateren dat in pakweg, heel ruw gezegd, 50% van de gevallen er iets los is met die mensen. Ja, maar vaak hoor je drugsgebruik, drugshandel. Ja, maar dat is criminaliteit. Ik denk dat wel 80% op een of andere manier gelinkt kan worden aan criminaliteit. Vaak kleine criminaliteit. Ja, vaak gerommel in de markt. Maar de helft kan worden gelinkt aan, laten we zeggen, psychische stoornissen. Persoonlijkheidsproblematiek. Kan dus van, dat kan van heel ernstig zijn, tot totale psychose, tot iets lichters. Maar in pakweg de helft van de gevallen is er gewoon iets los met die mensen. Ja. En dat in Engeland is dat gebleken. We hebben hier in Nederland een aantal studies gehad die dat ook hebben aangetoond. En ik vind dat op zich ook niet zo vreemd, want er moet eerlijk gezegd ook wat loos met je zijn, wil je een aanslag gaan plegen. Hoewel het ook verklaarbaar is. Ja. Nou ja, kijk eens. Realiseer wat er op dit ogenblik aan de hand is. Mm-hmm. Op dit ogenblik groeit een hele generatie, als we het nou even hebben over moslimterrorisme, moslims op, die niet anders hebben meegemaakt dan dat hun bevolkingsgroep verantwoordelijk wordt gesteld, collectief, voor wat een aantal extremisten heeft gedaan. Een hele bevolkingsgroep, die groeit daar nu op dit ogenblik mee op. Die hebben niet anders meegemaakt. Want we hebben dit zeg maar sinds 2001, deze stemming zeg maar. En deze angst voor terrorisme. In dit land met name wel, sinds 9/11. Dus we kunnen straks nog even over hebben dat het probleem van eerdere datum is. Het komt niet uit het niks. Maar vanaf 2001 heeft het inderdaad een grote vlucht genomen. Dus eigenlijk vanaf dat moment wordt een hele bevolkingsgroep continu eigenlijk in de hoek gedouwd en gezegd van, moet je horen, jullie horen erbij en dat deugt niet. Dat doet natuurlijk een hele hoop met zo'n bevolkingsgroep. Dat is op zich, als je erbij probeert te horen en je probeert een zingeving te krijgen in het leven en je probeert een zekere mate van erkenning te krijgen, dan is dit niet de handigste manier om totaal een bevolkingsgroep uit te sluiten. En dan weet je dus ook dat daar in die bevolkingsgroep dingen gaan gebeuren. Dat was daarvoor feitelijk ook al aan de hand, hoewel het voor 2001 veel meer ideologisch gemotiveerd was. En het was veel meer vanuit het idee dat het Westen de moslimwereld aan het vergiftigen was. Mm-hmm. We weten ook precies wanneer het begonnen is. Dat is een bekende theorie. Ja, exact. En dan zie je dus dat ressentimenten zie je opkomen. En dan zie je dus dat mensen zich eigenlijk feitelijk tegen het Westen, maar ook tegen hun eigen leiders, die met het Westen worden vereenzelvigd. Ja, de seculiere leiders. De seculiere leiders die hun zakken vullen door de olie, door de olieindustrie. Ja. Dat het zich daartegen aan het richten is. Ja, want daar komt bijvoorbeeld de moslimbroederschap uit voort. Hè? Verzet tegen al die seculiere diktatoren. En eerst al tegen de Engelsen. Ja, maar het moslimbroederschap gaat al terug. Hè? Ook tot in de jaren 20 van de vorige eeuw. Als je dus kijkt waar de echte omslag ligt, dan ligt dat in het begin van de jaren 90 in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Het heeft te maken met de Eerste Golfoorlog, de oorlog die Amerika en de rest van de wereld, want toen had je nog een grote mate van solidariteit met de Verenigde Staten, net aan het eind van de Koude Oorlog, tegen Saddam Hussein, die Kuwait had bezet en die moest Kuwait uit worden verdreven. Wat er toen vervolgens is gebeurd, is dat de Amerikanen besloten hebben om basis in te richten, militaire basis in te richten in Saudi-Arabië. En dat werd niet gepikt door mensen als Bin Laden. Ja. En die zeiden van, die Amerikanen bezoedelen het heilige land van Mekka. Dat soort teksten kreeg je dan. En dat kan niet. Er zijn aanslagen geweest. Amerikanen hebben ook daadwerkelijk hun tenten opgepakt en zijn ergens anders neer gaan strijken. Dus die begrepen heel goed dat dit een groot probleem was. Maar eigenlijk zie je daar de ommekeer in het soort terrorisme wat we hadden. Daarvoor was ook terrorisme, dat was in belangrijke mate gelinkt met de Palestijnse zaak. Nou, ik kan je nog wel herinneren, hoewel vliegtuigkapingen had je toen, PLO. Wanneer was het? 1972, Olympische Spelen in München. Grote aanslag op de Israëlische ploeg. Verschrikkelijke taferelen in die tijd. En dat was echt gelinkt met die situatie. Dan zie je in de jaren 90 dat het gaat veranderen. Dus de aanleiding is in zeer belangrijke mate Amerikaanse interventie. Eigenlijk de westerse betrokkenheid bij de oorlog tegen Saddam Hussein. Door sommigen werd dat geframed als een oorlog tegen de moslims, tegen de islam, wat niet zo was, want er werd gewoon een land bezet. En dan zie je dat verschuift. En dan de eerste echte grote
aanslag, althans poging daartoe. Die stamt uit 1994, kerstavond. Mm-hmm. Dan zie je dat er een aanslagpoging wordt gedaan vanuit Algerije. Mm-hmm. Om met een vliegtuig in de Eiffeltoren te crashen. Ja. In Parijs. Dat was eigenlijk een soort aanslag die heel erg vergelijkbaar was met... eigenlijk met 11 september 2001. Ja, dus dezelfde modus operandi als... Pak een vliegtuig, kaap een vliegtuig, zorg ervoor dat je onwaarschijnlijke schade aanricht. En het doel was de Eiffeltoren. En nou, tref een symbool ook, zeg maar. Ja, een enorm symbool. Ja, want de Eiffeltoren staat natuurlijk gewoon, is een typisch van symbool. En waarom werd dat gekozen? Mm-hmm. Hierachter zat de Algerijnse bevrijdingsbeweging. Ja. Nou, dus dit was gewoon een... Dit was eigenlijk een uitvloers van koloniale... Mm-hmm. Ja, de koloniale situatie van decennia, eeuw was geweest. En ja, dit was een van de laatste uitdrukkingen daarvan. Die aanslag die is met veel kunst en vliegwerk verijdeld. Het vliegtuig is aan de grond gezet in Marseille. En de bemanning is overmeesterd en de terroristen zijn overmeesterd, afgelopen. Mm-hmm. Maar het was wel een hele belangrijke. Mm-hmm. En daarna zie je gewoon dat het doorgaat. Dan zie je in de jaren 90... dat het meeste terrorisme nog gelinkt is aan dit soort bevrijdingsbewegingen. Ja, dus Algerije, Frankrijk was ook het primaire doelwit. Ja. En dan na 2001 zie je dat het veel breder wordt. En dan zie je dus gewoon echt dat het een mondiale strijd gaat worden. En in die zin heeft Bin Laden iets goeds gedaan tussen aanhalingstekens. Vanuit zijn eigen perspectief gezien, zeg maar. En dat was echt anti-westers. Het is gekoppeld aan de strijd in Afghanistan, eerst tegen de Sovjet-Unie, later tegen het Westen. Het is gekoppeld aan de strijd van het Westen in het Midden-Oosten, eerste Golfoorlog, ga zo maar door. En dan zie je dat het verbreedt en dan gaat de ideologie van Al-Qaeda, die gaat ook eigenlijk van de vijand die in het land zelf zit, de leiders, naar de vijand die daarbuiten zit, het Westen. Want het idee van Al-Qaeda was mobiliseren. Mobiliseren van de moslimpopulatie wereldwijd tegen het Westen. Daar moest een iconische aanslag voor komen. In de midden van de jaren 90 heeft Bin Laden dan ook een oorlogsverklaring uitgevaardigd aan het adres van het Westen. En dan kreeg je ook meneer Al-Zawahiri, die nu de leider is van Al-Qaeda, die ook precies begonnen uit te leggen wat voor doelwitten er dan moesten worden bestookt. En dan zie je dus dat er een hele beweging op gang komt. En dan na 2001 zie je ook, dat is ook heel interessant in de cijfers, dan zie je dat het een paar jaar duurt voordat dat op stoom komt. Ja. Want het kost toch gewoon een aantal jaren om een goede aanslag voor te bereiden. Laten we nou wel wezen, dat doe je niet zomaar. Ik bedoel, als wij dat nu zouden besluiten, dan kan je dat niet zomaar doen. Behalve als je een eenling bent met een mes, dan kan het namelijk wel. Dat kan iedereen nu dat kan iedereen doen. Maar grotere aanslagen, die moet je grootschalig voorbereiden. En dan zie je dus eigenlijk dat pas in 2004 op begint te komen. En dan zie je rond 2004 dat echt de vaart er goed in komt, althans vanuit het oogpunt van het terrorisme. En dan zie je grote aanslagen, dan lopen het naar 2010 weer terug. En dat heeft te maken met het feit dat dan ook dit contra-terrorismebeleid goed op gang komt. En dan zie je dus dat de rem erop wordt gezet. Nou, dan verslapt dat weer. En dan zie je dus dat na een tijdje, zo 2014, 2015, zie je het weer opkomen. En dan zie je de cijfers weer en de statistieken zie je weer oplopen. Ja, want toen kregen we aanslagen in Frankrijk, met name in Parijs. Ja, 2015. Charlie Hebdo en Bataclan en het Stade Saint-Denis. Ja. En wat je vaak hoort als theorie vanuit terrorisme geredeneerd, is dat je terreuraanslagen onder andere pleegt, zodat de tegenpartij, meestal een grote staat, een harde tegenreactie gaat laten zien. Waardoor je, en dus repressie gaat toepassen, waardoor de potentiële sympathie voor terroristen toeneemt. Dus dat heeft dan een mobiliserend effect. Dat hangt er vanaf waar? En onder welke bevolkingsgroep? Ja, het is dus niet zo dat wanneer je maar repressie toepast, dat de hele bevolking meer sympathie krijgt voor terrorisme. Mm, okay. Maar de groep waarvanuit het voortkomt, wel degelijk. Mm-hmm. Ja. Dus die aanhang wordt dan groter. Ja, die potentiële aanhang. Ja, en dat is ook waar we het in het begin over hebben. En dat maakt het ook eigenlijk wel zo risicovol. Want door continu een bevolkingsgroep collectief verantwoordelijk te stellen voor aanslagen. Ja. Want daarmee verbreed je ook en verdiep je de voedingsbodem voor terrorisme en voor extremisme en radicalisme. Ja.
En dit is op zich geen nieuw fenomeen. We horen in de jaren 70, 80. We hebben hier aanslagen gehad van de Molukkers. We hebben de meest verschrikkelijke aanslagen gehad in Duitsland door de Rote Armee-factie, door de Rode Brigades in Italië. Ja. Gemotiveerd mensen die vonden dat ze absoluut niet meededen in de maatschappij. Die vonden dat de hele maatschappij tegen hun was. En waren bereid om dat met de dood te bekopen. Feitelijk geldt hetzelfde voor de moord op Fortuyn. Ja. Je hebt nu eenmaal mensen die ideologisch zo gemotiveerd zijn dat ze bereid zijn om dat met de dood te verkopen. Nou, een van de soms genoemde allerlei oorzaken genoemd voor terrorisme. Een van de oorzaken die vaak genoemd wordt is de islam, de doctrine van de jihad en de wellicht intrinsieke gewelddadigheid in dat geloof. Ja. Dat is een die je heel vaak hoort. Hoe zie jij dat? Nou, het is natuurlijk wel raar dat het continu ook daadwerkelijk gelinkt wordt aan aan de islam. Ja. We weten ook dat de islam iets anders in elkaar zit dan, laten we zeggen, de christelijke geloven. Mm-hmm. We weten wat de oorzaak is van het fundamentalisme. Mm-hmm. Dat is een reactie op de moderniteit. Mm-hmm. En die reactie die kwam op gang op een moment dat, laten we zeggen, de Arabische wereld zich begon te ontwikkelen als gevolg van de grote olieinkomsten. Mm-hmm. Dan zie je dus een enorme modernisering op gang komen. Ja. Wat je dan ziet in het Westen, is dat mensen zich gaan aanpassen. Mm-hmm. En in dat deel van de wereld zijn mensen juist vooruit gaan kijken door middel van een achteruitkijkspiegel. Ja, ja. En grijpen dan terug op oude waarden. Dus het krijgt een hele conservatieve lading en een verzet tegen die moderniteit. Dat heeft ook geleid tot een verzet tegen leiders die in die moderniteit meegingen. Ja, ja. We weten gewoon uit de geschiedenis dat als dat soort zaken gebeuren en als mensen heel erg ideologisch gemotiveerd worden en heel erg tegen veranderingen zijn, of juist heel erg voor veranderingen zijn, Leninisten, Marxisten. Ja, dat was een moderne, vooruitstrevende. Ja, maar die willen precies het andere. Maar die willen juist, die willen juist vooruit. Precies, ja. Maar ook zeer ideologisch gemotiveerd en ook absoluut bereid om geld toe te passen. Er zijn dus gewoon altijd. Ja. Zijn er in dat soort situaties mensen die bereid zijn om geweld toe te passen? Ja. Altijd. En om dus aanslagen te plegen. Ja. Is dan de islam daarvoor verantwoordelijk? Nee, maar je hebt een ideologie nodig om het om mee te kunnen werven. En omdat de islam en omdat het aantal moslims buitengewoon groot is in de wereld. 1,7 miljard, meen ik. Zoiets. Ja, uit mijn hoofd. Ja. Is het ook vrij logisch dat er dus ook redelijk wat terroristen uit voortkomen? Maar ik bedoel, ditzelfde fenomeen hebben we gehad in Europa in de jaren 70, 80. Dat hebben we net genoemd. We hebben het gehad in Rusland, wat uiteindelijk leidde tot de Sovjet-Unie. Je hebt altijd van dat soort types die zich gemotiveerd voelen op grond van een ideologie. Vaak houtje touwtje bij elkaar geprutst. Ja. En mensen gaan daarin mee. En dan is de grote vraag. Is het nou normaal? Nou, dan is het toch wel vrij opmerkelijk dat een kennelijk mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken zich meer hiertoe voelen aangetrokken dan anderen. Dat is dan in het algemeen iets wat veel voor terroristische aanslagen zou kunnen gelden. Dat mensen die bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebben al dan makkelijker daartoe over. Ja, er zijn aanwijzingen voor, maar daar heerst wel een behoorlijk debat over, moet ik onmiddellijk zeggen, onder de terroristen-experts. Het hangt er maar net vanaf hoe je er tegenaan wil kijken. Ja, want voor je het weet is iedereen die met een alcoholprobleem potentieel tot terrorist verklaart. Ik noem maar even iets. In de maatschappij waarin we op dit ogenblik leven, zou me dat niet eens verbazen. Dat je inderdaad dat soort sprongen vrij snel gaat maken en dat je daar weer nieuwe wetgeving op gaat maken. Ik bedoel, dat zie je in de hele discussie, we hadden het er net al even over verwarde personen. Ja. Ik bedoel, is het nou inderdaad zo dat het aantal verwarde personen gigantisch toeneemt? Ja, zeggen sommige cijfers, die nemen toe. Want het aantal meldingen van ongepast gedrag neemt toe. Mm. Maar, wat zegt dat nou eigenlijk? Ik vind dat heel erg lastig om daar iets zinvols over te zeggen. Omdat ik denk dat er, wat dat betreft, onvoldoende onderzoek naar is gepleegd. Maar aan de andere kant moet je constateren dat er wel heel veel bewijs begint te ontstaan dat een groot deel van de mensen die aanslagen plegen, dat er ook psychisch iets mee los is. Ja,
Op een of andere manier. En drugsgebruik wordt ook nog wel eens genoemd als een mogelijke verklaring. Dus het, niet, dus het gebruiken ervan waardoor... In combinatie met andere problematiek en dan ook nog beïnvloeding. Ja, het is vaak gewoon een opeenstapeling van zaken. Dus een totale marginalisering van jezelf binnen de maatschappij. Geen erkenning. Ja. Op zoek naar je eigen identiteit. Je hebt geen idee meer waar je bij hoort. Je wordt verketterd. Nou ja, ga zo maar door. Ik kan me dus wel voorstellen dat mensen die in zo'n situatie zitten heel erg boos worden. Ja. Maar om dan vervolgens de slag te maken naar echt extremisme, terrorisme. Ja, dat is natuurlijk een tweede. En het is ook niet zo dat mensen die heel erg boos zijn en heel grote rancune hebben, automatisch de stap maken naar extremisme en dan wel terrorisme. Ja, dat is ook niet zo. Heel veel PVV-stemmen zullen ook wel heel boos zijn. Om een willekeurig voorbeeld te noemen. Ja. Het gaat niet per se om de PVV, maar heel veel mensen zijn boos in allerlei manieren. Ook, laten we dat wel weten. We hebben natuurlijk ook een hele hoop rechtsextremisme. We focussen ons continu op moslimradicalisme en extremisme. Maar aan de rechterkant komt het ook voor. Breivik. Het lijkt het zou op elkaar kunnen gaan inwerken. Het een kan weer het ander uitlokken, elkaar versterken. Dat is natuurlijk ook gebeurd. De enige aanslag die in 2016, voor mij was het 2016, is gedocumenteerd in Nederland, was een aanslag, volgens mij in Enschede, op een moskee. Mm-hmm. Een brandbom. Ja, maar het is wel een aanslag. Het was ook terrorisme. Ja. Het viel in de categorie terrorisme. Ja, het is door de rechtbank als terrorisme geclassificeerd en bestraft. Ja. En Breivik is natuurlijk het meest extreme heftige voorbeeld. In Duitsland komt er nogal wat rechtsextremisme voor. En we zien dus ook uit die statistieken van Europol dat het op dit ogenblik aan het stijgen is. Maar het interessante is, als je het gewoon bekijkt in Europa, waar nou het meeste extremisme, terrorisme uit voorkomt, dan heeft dat niks te maken met de islam, maar dan zijn dat eigenlijk separatistische bewegingen. Dus de territorie, de ETA, de IRA, dat type, zeg maar. In source gezien is dat gewoon by far echt heel erg. Als je vijf decennia pakt, bedoel je? Als je nou gewoon een lange de afgelopen 20 jaar. By far. Ja, ja. Het is nu echt aan het afnemen. De ETA die is er ook niet opgehouden. En de IRA komt verder. IRA ook. Dus er is een overeenkomst geweest tussen de Britse regering en de IRA. Dus dat is rustig. Mm-hmm. Maar dat is tot voor relatief kort is dat altijd echt verreweg de grootste. En daar hebben we in Europa natuurlijk ook heel veel ervaring mee met dat type terrorisme. Ja. Als je gaat kijken naar beïnvloeding, mensen kunnen boos zijn, een probleem hebben en gemarginaliseerd zijn. Maar iemand zal ze toch ook ertoe moeten aanzetten. We horen bijvoorbeeld heel veel over de invloed van Saudi-Arabië en Qatar en andere golfstaten die via de wahhabistische ideologie van Saudi-Arabië is natuurlijk een behoorlijk extreme variant van de islam. En is daar en dat wordt letterlijk miljarden in gepompt door Riyadh om dat over de hele wereld te spreiden. In Indonesië zie je radicalisering onder moslims puur onder invloed van Saoedische moslims. Indonesië had altijd een hele relaxed islam. Dat is ook wel afgelopen. Je ziet op de Balkan ook trouwens. Ja, en in Bosnië zie je dat, Kosovo. Dus hoe zie je die statelijke actoren? Is dat een hele belangrijke kracht ook achter het terrorisme? Eerst even de rol van dat soort actoren. Ja, ja. Realiseer je, wij doen dat ook, Westelingen. En de Russen en de Chinezen ook. Je bedoelt beïnvloeding? Of, ja, de Chinezen hebben een Confucius-centra over de hele wereld. De Fransen hebben hun Franse centra over de hele wereld. Ja. Ik bedoel, dat doen wij ook. Alleen, wij staan natuurlijk in onze visie aan de goede kant van de lijn. Want wij verspreiden democratie en mensenrechten en liberaal gedachtegoed. Exact. Maar als je naar die landen toe gaat, dan wordt er vaak met scheve ogen gekeken naar die activiteiten die wij Westelingen daar doen. Dus die American University in Cairo bijvoorbeeld, dat vinden ze helemaal niks. Kijk naar Soros. Soros in Hongarije is een fantastisch voorbeeld. Soros heeft zijn tenten ingepakt en is vertrokken uit Hongarije. Die zat er dus om vrijheid en democratie te propageren. En eigenlijk de rechtsstaat te propageren. En wordt nu het slachtoffer van een niet functionerende rechtsstaat. Hmm. Dus ik bedoel, ook dat heeft grote gevolgen. En Poetin klaagt altijd over NGO's uit het Westen die in Rusland de boel komen opfokken. Zo is het. Dus we doen dat over en weer. Dus op zich, wat die golfstaten doen, is niet zo vreemd. Je wilt zeggen, het is niet zo gek dat ze... het fenomeen op zich. Ja, je dat dus doet. Dat is niet zo gek. Is er nou een directe relatie te leggen met terrorisme?
Want dan ga je dus compleet de schreef over als je dat doet. Ja. Ik vind dat gewoon lastig te beantwoorden. Ja. Ja. Ik denk dat dat niet eenduidig zo te zeggen is. Iemand met radicale opvattingen is nog geen extremisme dan wel een terrorist. Een salafist is nog geen terrorist. Een salafist is geen terrorist. En dat, of nog geen terrorist. Maar die slag is moeilijk te maken. Ja. Ik heb er nooit overtuigende bewijzen van gezien dat die slag makkelijk gemaakt kan worden. En dat er een één-op-één verklaring is tussen dit soort beïnvloeding en terrorisme. Ik heb het nooit gezien. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ja. Want we hadden gisteren was Pauline de Krikker op televisie, burgemeester van Den Haag. Mm-hmm. Want er was vastgesteld dat een aantal moskeeën, waaronder in Den Haag, blijkbaar toch al jarenlang weer funding krijgen uit Qatar of Saudi-Arabië. Ja. En ook radicale imams hebben rondlopen die prediken over de rol van de Joden, het verderfelijke Westen, de vechten voor de islam. Allemaal teksten waar mensen koude rillingen van krijgen. Ja. En dan krijg net zoals Poetin koude rillingen krijgt van al die NGO's die die de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat zitten dat ze in de val willen brengen. En dan krijg je dus de oproepen om te zeggen, nou, we moeten die moskeeën sluiten, we moeten die financiering afknijpen, we moeten ervoor zorgen dat Qatar en Saudi-Arabië, et cetera, die moskeeën niet meer financieren en die imam moeten verbieden. Ja, maar de vraag is of je daarmee het probleem oplost. Ja. Want we weten ook uit onderzoek dat heel veel van die radicalisering helemaal niet in moskeeën plaatsvindt. Ja, dat is ook weer interessant. Het gebeurt daar gewoon niet. Mm-hmm. Het gebeurt op straat bijvoorbeeld. Het gebeurt in huiskamertjes. AIVD heeft er een fantastisch rapport over geschreven online. Ja, je kan zeg maar naar de cyber. Dit is knip en plak jihadisme. Je kunt gewoon een beetje selectief winkelen op internet en selectief winkelen in de Koran en je vindt altijd wel een tekstje. Die jouw woede onderstreept en die, waar je motivatie kunt uithalen om inderdaad terrorist te worden. Dat vindt, voor zover ik weet, vooral plaats buiten de moskee. Ja, want die lui zijn ook niet achtelijk. Nee. Die gaan er echt niet al zitten oproepen tot echt terrorisme. Dat is iedere keer zo vrij makkelijk gesloten, waarschijnlijk wel. Dat is vrij snel gebeurd natuurlijk. Dus het is een lastig probleem. Ja. En het toont vooral aan hoe emotioneel het debat wordt gevoerd en hoe het debat vaak niet wordt gevoerd op grond van feiten. Mm-hmm. En realiseer je dat terrorisme op zich iets is dat ook inderdaad in de hoofden van de mensen zit, dat je continu gevaar loopt. Mm-hmm. En er is wel eens een berekening geweest, volgens mij is het, een nul en dan een komma en een hele hoop nullen en dan een 3. Dat je slachtoffer wordt. Ik bedoel, in Amerika hebben ze wel eens een keer de berekening gemaakt dat de kans dat je door de bliksem getroffen wordt groter is dan de kans dat je door een terrorist wordt getroffen. Ja. Maar als je daar bang voor bent, dan is het wel een realiteit. Ja, ik heb dat totaal niet. Als jij de trein of de metro instapt, dan denk je niet aan terrorisme. Nee, nooit. Ja. Ik heb dat volstrekt niet. Maar ik ken mensen die dat wel hebben. En ook dat zit weer in je persoonlijkheid. Dat ik dat niet heb, dat zegt niks over het feit of dat wel of niet terecht is. In statistische zin is het wel terecht. Ik bedoel, als je inderdaad voor dit soort minimumpercentage druk moet gaan maken, dan heb je helemaal geen leven meer. Maar dat zit ook in de belangrijke mate besloten in je persoonlijkheid. Ik heb dat ook meegemaakt. Ik ben nogal wat keer in Afghanistan geweest. Nou, als het onveilig is, dan is dat toch wel een land waarvan je kunt zeggen dat is wel redelijk onveilig. Ja. Ik vind het altijd opmerkelijk met de mensen met wie je op reis bent. Sommige mensen zijn ontzettend bang dat er wat gebeurt, maar andere mensen niet. Ja, dus het is ook maar net hoe. En terwijl het er echt dichtbij komt. Ik heb het ook meegemaakt in dat er aanslagen echt in onze directe omgeving werden gepleegd. Het is 100 meter van hier, dus het heeft mij niet geraakt. Maar andere mensen zijn totaal van de leg. Ja, weet je. Ja, dus ook daar weer zie je. Emoties spelen een grote rol. Persoonlijke en emoties. Ik kan me op zich wel voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zou zeggen: ja, kijk, de kans dat ik een auto-ongeluk krijg, daar heb ik zelf enige invloed op. Namelijk mijn reisstijl, wanneer ik de weg op ga, of ik wel of niet drink. De bliksem, dat is ook nogal iets van heel ver weg. Maar terrorisme komt heel dichtbij, omdat het een medeburger is die jou aanvalt. Ja. En daarmee ontwricht het veiligheidsgevoel. Ik begrijp het ook wel, dus maar het is in belangrijke mate onterecht. Okay. En statistisch gezien is het onterecht. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad mensen zo redeneren. Ja, ik wil dat dus ook niet afdoen als belachelijk.
Het enige wat ik zeg van, nou ja, kijk eens even naar de cijfers. Ik bedoel, de kans dat je erbij betrokken bent is echt gewoon nieuw. Het heeft natuurlijk een enorme scare factor, een terroristische aanslag. Ja, maar daar is het ook precies voor bedoeld. En ik heb ooit wel eens ergens geschreven dat eigenlijk terrorisme een vorm van straattheater is. Dat is misschien een wat nare vergelijking, maar het is wel waar. Er was ooit een Palestijn die zei, terrorism is theater. Een van de PLO-mensen rond Arafat. Ja, daar heb ik dan straattheater van gemaakt. Maar dat is inderdaad zo. Het punt is dus, als niemand kijkt, dan is de aanslag mislukt. Stel je voor dat er een aanslag is. Mm-hmm. En er is geen berichtgeving over. Ja, dat is ondenkbaar. Dat is ondenkbaar, want dan krijg je ook heel veel onrust. Dan is de lol er snel af, tussen aanhalingstekens, om aanslagen te plegen. Want dat heeft namelijk geen effect. Ja. Want een van de dingen die je wil doen als terrorist, is je wil proberen om druk uit te oefenen op de bevolking. En die bevolking moet druk uitoefenen op de leiders. En dan moet er in politieke zin iets veranderen wat de ideologie van de terroristen ten goede exact. Komt. Hè? Dat is het idee. Exact. En er zijn ideeën dat dus wel werkt. Mm-hmm. En we hebben in de jaren 80 hebben we een verschrikkelijke aanslag gehad in Libanon op een Amerikaanse dagmarinierskazerne. Het gevolg was dat de Amerikanen zich terugtrokken uit Libanon. We hebben dat in het begin van de jaren 90 meegemaakt in Somalië, mm-hmm. In Mogadishu. President Bush toen had het idee van, dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurt. We moeten wat aan Somalië gaan doen. En het was een humanitaire operatie. Dus er werd een interventie uitgevoerd. Wat was het gevolg? Dode soldaten werden door de slaten, Amerikaanse dode soldaten werden door de staten van Mogadishu gesleept. En het eind van het liedje was dat Amerika zijn troepen terugtrok. Ja, want dus daar krijg je de publieke opinie natuurlijk wel mee over over de rooien. In 1979, verdrijven van de Shah uit Iran. Ook Amerika is vertrokken. Dus er is dus wel een idee onder bepaalde groepen dat wanneer je maar de klap groot genoeg maakt, dat inderdaad je zin krijgt. Mm-hmm. In de praktijk valt dat erg tegen. Maar waarschijnlijk was dit ook wat we weten uit de reconstructies. Het idee van Bin Laden. Mm-hmm. Toen hij 11 september aan het voorbereiden was met zijn team. Mm-hmm. Het idee dat je een enorme klap kon uitdelen. Mm-hmm. Op twee goed gekozen doelen. Het World Trade Center. Het symbool van het financiële hart van Amerika. Ook nog een keer het hoogste gebouw volgens mij van New York. Ja. En het Pentagon. Mm-hmm. En het Pentagon, het symbool van het grootste militaire apparaat van de wereld. Militair industrieel complex. Ja. Het idee was dat Amerika niet zou terugslaan. Mm-hmm. Omdat ze daar te zwak voor waren. Nou, dat is wat anders uitgepakt. Dat hebben ze wel stom gedaan. Overigens, de wijze waarop ze het hebben gedaan. Maar er was grote steun voor de Amerikaanse interventie. Zeker. Na 2001, of eigenlijk na 11 september 2001 in Afghanistan. Om een einde te maken aan die vrije plaats die het land op dat moment was. Nou, dus men doet het wel, alleen je moet wel voldoende getart worden. En anders inderdaad worden teruggetrokken. Dus het is heel erg lastig. Je kan daar dus ook niet, als terrorist, kan je daar dus ook niet een eenduidige visie aan ontwikkelen. Ja, dus het is eigenlijk volstrekt onduidelijk of terrorisme nou wel of niet zal werken. Het werkt uiteindelijk niet. Uiteindelijk werkt het niet, want daar is ook niet heel veel bewijs van. Ga maar kijken. Ik bedoel, wat er de afgelopen jaren in Europa is gebeurd. Wat hebben de Brigade Rossos nou voor elkaar gekregen? De Rode Brigade in Italië? Niks. Wat heeft de Rode Armee-fractie voor elkaar gekregen? Niks. De Baden-Meinhof-groep? Je zou kunnen zeggen dat de IRA iets voor elkaar gekregen heeft, omdat er een soort van power sharing is in Noord-Ierland. Maar hun grote doel is aansluiting bij de Ierse Republiek. ETA heeft niks voor elkaar gekregen. De Molukkers hebben eigenlijk niks voor elkaar gekregen. Wat hebben nou moslims, moslim-extremisme tot nu toe in Europa voor elkaar gekregen? Heel weinig, behalve iedereen bang maken. Ze hebben ervoor gezorgd dat hun eigen bevolkingsgroep eigenlijk wordt in de beklaagdenbank wordt gezet. Ja. Wat ze goed hebben gedaan, als dat een van de doelen is geweest, en dat was wel een van de doelen van Milano overigens, om de zaak te polariseren binnen de maatschappij. Dat is heel goed gelukt. Ja, en je zou dat is heel goed gelukt. En één ding wat je zou kunnen zeggen dat ze voor elkaar gekregen hebben, is dat mensen, en dit is weer een twistpunt over de oorzaken van terrorisme, dat mensen geen grappen meer over Mohammed durven te maken. Nou ja, goed, dat hebben de mensen in Denemarken natuurlijk wel meegemaakt. Ja.
Op een gegeven moment zagen we in de statistieken dat Denemarken omhoog kwam. Mm-hmm. Dat kwam alleen maar door die cartoons. Door de Mohammed-cartoons. Ja. Dus dat heeft in die zin effect dat mensen worden wel bang van terrorisme. Men denkt wel, ja, ik durf dit even niet meer op te schrijven. Of die grap ga ik niet meer maken. Want je weet nooit of ik als de redactie van Charlie Hebdo. Ja, nee, in dat die klopt. Zin is, ja, het, klopt. Is het ergens wel effectief. Ja. Aan de andere kant levert dat natuurlijk wel weer heel veel weerstand op. Maar er zijn ook mensen die zeggen, en dat is toch vooral zeg maar in de hoek van waar je eerder het over had, over marginalisering van moslims. En men zegt, ja, al die grappen over de islam en al die denigrerende opmerkingen over de islam, die werken bevorderend op terrorisme. Dat is een populaire feintje. We hebben het al eerder over gehad, maar wat in mijn heilige overtuiging wel zo is, is dat wanneer je een hele bevolkingsgroep continu maar wegzet, dan wordt het ook heel erg lastig voor zo'n bevolkingsgroep om daadwerkelijk te integreren. Mm-hmm. Om die zingeving te ontlenen aan het land waarin je zit, om je eigen identiteit te ontwikkelen. Mm-hmm. Dan ga je je identiteit ontwikkelen op een manier die je ook liever niet wil. Ja, als rest van de bevolking. Is dat dan een voedingsbodem voor terrorisme? Nou ja, het creëert in ieder geval zoveel ressentiment. Mm-hmm. Dat er altijd wel mensen zullen zijn die zeggen van, maar dit pik ik niet. Mm. Ik voel mij totaal gemarginaliseerd. En ik heb helemaal niks met dit land. En bekijk het maar. Dat die mensen zijn er. Dat hoor je eigenlijk best wel vaak. Mensen die zijn er. Daar kan ik me veel bij voorstellen dat mensen dat inderdaad vinden. Want ik zou me dan zelf willen voorstellen hoe ik me zou voelen als ik in een land zou wonen waar ik totaal niet welkom ben. Mm. Ook al ben ik er geboren en ook al spreek ik de taal. En ook heb ik niet mijn opleidingen gehad. Nee. Maar dat wil nog niet zeggen dat rechtvaardigt dat je de slag naar terrorisme maakt. Mm-hmm. Helder, ik denk dat daar iedereen het al over eens is. Dat er geen rechtvaardiging is. Ja. Beatrice de Graaf zegt, wat jij ook eerder hebt gezegd, van media, als de media er minder aandacht aan besteden, heeft de terrorisme minder succes. Hij heeft volgens mij zelfs gezegd, doe terrorisme maar eens op pagina 3 van de krant. Ja, dus dat maak heb ik ook minder, wel eens gezegd. Ja. Maak het minder Ik ben het daarmee eens hoor. Daar lijkt jij het mee eens te zijn. Ja. En zij is ook van de, wat ik even noem, de haarvaten aanpak. Dus in de wijk zitten, in de community zitten, sociale werkers, een beetje de softe aanpak. Maar even dat eerste punt van Beatrice, dat is een belangrijk punt, daar ben ik het mee eens. Nu we dit opnemen, vlak daarvoor is er een incident geweest, ik noem het even bewust, een incident geweest in Luik. Gisteren, ja, klopt. Wat staat er in de Belgische kranten? In de Belgische kranten, daar staat schietpartij in Luik. Mm-hmm. Wat staat er in de Telegraaf? Aanslag. En daar wordt onmiddellijk de koppeling gelegd met terrorisme en met moslim-extremisme. In de Belgische media is dat niet gebeurd. Daar wordt gesproken over een schietincident. Op een gegeven moment werd daar wel gesproken over, maar misschien heeft het er wel mee te maken. Maar laten we eens even afwachten van wat daar nu eigenlijk precies gebeurd is. 24 uur ademhalen, kijken wat er gebeurd is. Dat vind ik ook. Ik vind dus ook, ik heb daar eerder voor gepleit, dat mensen die zich bezighouden professioneel met het onderzoek naar terrorisme, die moeten ook terughoudend zijn in de eerste dagen. Om te gaan om meteen te gaan roepen. Om meteen te gaan, ja. Ik heb me daar vroeger ook schuldig aan gemaakt. Dat was niet goed. Mm-hmm. Omdat je namelijk dingen kunt gaan zeggen die je eigenlijk niet weet. Mm-hmm. En je probeert het dan in een context te verklaren. En die context die je geeft, die is best wel goed op zich. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat ook de duiding is van de aanslag die heeft plaatsgevonden. Ja, Want stel je voor dat Luik, dat je nou direct gaat roepen van dit was een aanslag. En dat plaats ik in de context van moslim-extremisme en de veranderingen in de modus operandi waar we het eerder over hebben gehad. En zo verklaar ik wat daar gebeurde. En het blijkt dan inderdaad dat die man geschrift is. Dat er ook sprake is van een afrekening in het criminele circuit. Wat ook het geval is. Vervolgens heeft hij dit gedaan. En dan wordt er geroepen van, hij is geradicaliseerd. Ik weet het niet. Ja, de Belgische autoriteiten hadden het wel over een in de gevangenis geradicaliseerde man. Op een gegeven moment wel. Ja. Maar ik kan dat niet beoordelen. Dus laten we nou even wachten met dat soort, soort kwalificaties. Aan de andere kant, op Twitter. Maar hier zie je dus uit die verschillen in die berichtgeving. Hoe dus ook de media zelf eigenlijk de context zetten en bepalen
voor hoe het publiek er tegenaan kijkt. Mm-hmm. Want op het moment dat je gezegd wel was naslag, ja, dan denkt iedereen wel was naslag. Maar als je zegt, het is een schietpartij, dus veel neutraler. En dan heb je even de mogelijkheid om rust bij de stukken te houden, om vervolgens de discussie met elkaar aan te gaan. Ja, vind dat wel belangrijk, hoor. Ja, omgekeerd komt er ook voor. Dan er is heel vaak kritiek op de autoriteiten die bijvoorbeeld zeggen, ja, we hebben het idee dat dit een verwarde man was. En dan heb je natuurlijk binnen 2 minuten op Twitter filmpjes waarin Allahu Akbar wordt geroepen. En dan zegt iedereen, nou, het was dus een aanslag, want er is Allahu Akbar geroepen. Dus het moet wel het is een aanslag. En dan wordt het al heel snel op de politie getrokken, dat de autoriteiten dat niet willen erkennen. En dus, dan krijg je die hele dynamiek. Ja, maar het is gevaarlijk om te zeggen, maar ik weet nou niet zo langzamerhand meer of Allah is groot, als je dat begint te roepen, of je dat altijd in combinatie moet zien met een aanslag. Want ik heb dat ook in het buitenland meegemaakt. Sommige moslims roepen te pas en te oppas. Allahu Akbar. Als de bus komt, bij wijze van spreken. Als de bus eindelijk arriveert. Bij wijze van spreken. Ik gek schreeuwen, dus dat zegt me niet zoveel. Als een huis instort, dan roepen ze ook Allahu Akbar. Ik heb dat tenminste gezien. Ja, bij weet je, dus ook dat is een culturele kwestie. Dat wil niet zeggen dat het geen terroristische aanslag was. Maar laten we er gewoon een beetje voorzichtig mee zijn. Dat is eigenlijk de boodschap. Bij de steekpartij. Dus in die zin ben ik er volstrekt met Beatrice de Graafheen. Want bij de steekpartij op 5 mei werd toen de dader werd neergeschoten, riep hij Allahu Akbar. En toen zei iemand van ja, dat doet hij omdat dat een reactie is op het feit dat hij is neergeschoten. Dat is precies wat ik bedoel. Ja. Dus dat, in die zin. Ja. Je komt daar natuurlijk nooit uit. Maar het feit is dat als je een media voorzichtigheid inbouwt of zegt van nou laten we oppassen. Kijk, Twitter en Facebook gaan gewoon door. Terughoudendheid is niet onbelangrijk. Ja, alleen de sociale media gaan gewoon door. En daarop gaan mensen. Maar de vraag is of je je altijd al te veel moet aantrekken van de sociale media. Ik bedoel, er zitten weinig mensen meer op Twitter. Mm-hmm. Op dit ogenblik, in groot dan nog maar 20% van de bevolking ooit als ik op Twitter kijk. Dus 80% niet. Mm-hmm. Facebook wel. Mm-hmm. Ja, weet je. Maar het interessante is natuurlijk dat Twitter is een belangrijk medium voor de media, voor de bovengrondse media. Dus die kijken daar weer op en gaan daarop reageren. Ja, het is gewoon, ja, er wordt tegenwoordig veel over bubbels gesproken, maar hier heb je er wel een. Dit is een filterbubbel. Bij aanslagen is het natuurlijk altijd gewoon lastig, omdat het iedereen onmiddellijk raakt, iedereen wordt emotioneel en het wordt heel moeilijk. Nou ja, maar dat is dus ook precies. Wij zitten nu een beetje te lachen. Ja, maar dat is ook precies de bedoeling van aanslagen. Het moet ook emotioneel zijn, er moeten mensen raken, het is straattheater en je moet ervoor zorgen dat inderdaad je boodschap over ziet te brengen. Nou hebben we allerlei vormen en theorieën over hoe kun je terrorisme het beste bestrijden. Een van de dingen die je vaak hoort, je moet ontregelen. Samenwerkende geheime diensten, samenwerkende instanties, grenscontroles zoals ze nu in Frankrijk weer hebben. Is dat de manier om terrorisme te bestrijden? Nou, even met die grenscontroles in Frankrijk, volgens mij is dat totale symboolpolitiek. Oké, dus het feit dat je dan gestopt ik bedoel, kan worden je het is inmiddels wel bekend dat ik een huis in Frankrijk heb, daar ga ik meerdere malen per jaar naartoe. Dus ik woon een deel van dat jaar in dat land. Ja. En dan ga je over de A1 richting Parijs en dan inderdaad is er een grenscontrole. Maar als je even omrijdt, is die grenscontrole er niet. Dus inmiddels staat er dan 5 kilometer file. Ja, nu weer niet, want nu is er weer even geen grenscontrole. Wat trouwens niet de douane deed, maar de politie. En als je dat zag, als je een beetje bekend was met de situatie, reed je 5 kilometer om, dan kon je zo doorrijden. Dus ik bedoel, flauwekul. Je hebt het ook op Franse vliegvelden op dit ogenblik ook. Geen grenscontrole, maar een politiecontrole bij de grens. Ja. Volgens mij is het totale flauwekul, want je kunt op alle mogelijke manieren kun je dat land binnenkomen als je dat nou echt zou willen. Ja. Dus dat zijn schijnmaatregelen. Mm-hmm. Het enige in mijn optiek wat echt werkt, en daar ben ik al heel lang van overtuigd, eigenlijk vanaf het moment dat we dat boekje Doelwit Europa schreven in 2006. Mm-hmm. Er is maar één ding die dat echt helpt en dat is heel goed inlichtingenwerk. Mm-hmm. Inlichtingendiensten, inlichting- en veiligheidsdiensten zijn hier cruciaal. En dus ook grotere inlichtingendiensten? Moeten die worden uitgebreid? Moeten er Nee, maar dat is niet een kwestie van nu uitbreiden of meer. Dat hangt er vanaf hoe groot de dreiging is en wat je nodig hebt. En daar moet het op af zijn gestemd. Maar inderdaad, die discussie heeft gelopen met de bezuiniging op de AIVD. Ja. Dat was ook een van de redenen waarom ik mij publiekelijk ook uit heb gesproken tegen die bezuiniging op de AIVD. Want dat gaat gewoon personeel kosten om
terroristische aanslagen te voorkomen. Ja. En nou goed, dat is ook uiteindelijk is dat ingezien door de politiek en dat is allemaal ongedaan gemaakt. Maar het probleem zit er natuurlijk toch echt in. Dat je moet proberen erachter te komen wie bezig is met de voorbereidingen. Ja. En dat kun je tegenwoordig, als het gaat om grote aanslagen, best wel zien. Mm-hmm. Oude, vroegere aanslagen die zijn gepleegd, groot in de jaren 90, maar ook in de jaren 2000. Waarbij bijvoorbeeld geprobeerd is om zelf grote bommen te maken. Ja, dan moet je dus een hele hoop chemicaliën zien te komen. En dat loopt gewoon in de kijker. Ja, dat kun je dat en dat is bijna niet meer te doen op dit ogenblik. Vandaar ook de lone wolf aanvallen met een mes of met een pistooltje. Ja, we hebben die hele discussie nu gehad over de sleepwet. Ja. Inmiddels is wel duidelijk dat je dus door het aan elkaar knopen van big data ook begint te begrijpen van hoe netwerken in elkaar zitten. Ja. Dus weet je, dat helpt dus wel. Ja. En dat verklaart ook, en dat is echt interessant, waarom pakweg vanaf 2008 een omslag is geweest, ook statistisch gezien in het terrorisme, weg van de grote aanslagen. Ja. En veel meer naar de kleinschalige aanslagen met eenlingen, met een mes of met die een pistool. Die zijn makkelijker onder de radar. En de grote aanslagen die er waren, zijn geavanceerder geworden. We hebben in 2015 dat akkefietje gezien in België, waar in VVJ een inval is geweest. En toen is er een cel opgerold. Toen begon men erachter te komen dat die cellen heel erg geavanceerd waren georganiseerd. En dat er ook een sprake was van een zekere mate van arbeidsverdeling binnen die cellen. Dus je had aparte bommakers. Die bommen, die bomvesten die gebruikt werden, die waren professioneel gemaakt. Mm-hmm. En THTP, dat is bijvoorbeeld zo'n explosief, dat kan je zelf met huistuin- en keukenmiddelen kan je dat in elkaar fabriceren. Dat is inherent instabiel. En IS heeft in Syrië, laten we zeggen, een recept bedacht waardoor het stabieler wordt en het niet zo link is om het zelf te produceren, want je vliegt met een heleboel zelf de lucht in. Mm-hmm. Of op het te transporteren. En wat we dus nu zien is dat al die technieken van het bom maken, van die bomvesten maken, dat komt dan terecht in Europa. En je ziet dat dan geavanceerder gaat worden. Maar dan nog is het moeilijk, omdat het gewoon toch een activiteit is op relatief grote schaal. En uiteindelijk loopt het in de kijker. Ja. Zie VVJ 2015. En al die bevoegdheden die aan geheime diensten worden toegekend. Hè? Als we even kijken naar bijvoorbeeld de NSA in de Verenigde Staten. Die luisteren zo'n beetje alles en iedereen af. Die gaan volledig over de schreef. Moeten we daar niet verschrikkelijk voor oppassen? Ja, ik vind dat ook. Ik vind dat je er enorm voor op moet passen. Maar ook daar zie je weer dat er een hele hoop indianenverhalen de ronde doen. Want het is gewoon echt onmogelijk om iedereen af te luisteren. Dat kan helemaal niet. Hoeveel data neemt geloof ik exponentieel toe. Ja, maar je bent niet eens in staat om dat gewoon te analyseren. Je kunt wel alles. Stel je voor dat je alle data van alle Nederlanders gaat verzamelen. Dat kan. In theorie is dat gewoon mogelijk. Valt alleen nauwelijks meer te doorzoeken. Maar wat gaan we dan doen? Ja, dan kun je zeggen, dan gaan we automatische zoeksystemen maken. En dan halen we de abnormaliteiten eruit. A, mag het volgens de wet niet eens. Okay. Maar B is dan natuurlijk volstrekt ineffectief en het is het disproportioneel. Ja. Dus dat ga je niet doen. En in Amerika is het niet veel anders hoor. Het raakt natuurlijk wel aan burgerrechten. Dat vind dat ik dus ook. Gesnoep en gespaard. Ja, ik hou er dus absoluut niet van. Ik ben uitermate gesteld op mijn privacy. Dus ik ben ook een zeer groot voorstander, ondanks dat het gaat om de veiligheid van ons, dat je heel terughoudend bent met je inlichtingendienst, dat er zeer stringente waarborgen in zitten om niet onnodig data te gaan verzamelen en ze te gaan opslaan. Maar dat je echt specifiek van geval bekijkt hoe dat moet. Het lastige met geheime dienst is dat je ze natuurlijk niet echt kan controleren. Jawel, dat kan tegenwoordig wel. Want daar hebben we ook, niet alleen in dit land, maar elk land heeft daar een systeem voor bedacht met toezichtscommissies. Dat ook in de nieuwe wet voor de inlichting en veiligheidsdiensten zit die er ook. Dat kan wel. En er is ook een commissie stiekem in de Tweede Kamer. Dus dan worden de fractievoorzitters, die worden bijgepraat. Die kunnen daar. Dus kijk, maar het punt is, een beetje vertrouwen moet ook nog wel hoor.
Je moet ook nogal, vind ik, die overheid een klein beetje kunnen vertrouwen. Oh, ik moet dan altijd anders, denken. Wat anders, ja. Ik bedoel, anders ben je natuurlijk los. Dan ik moet dan helemaal niks meer. Nee, ik moet dan toch even onwillekeurig denken aan het gedoe in de gemeente Amsterdam, waar ik zelf woon, met, waar onder andere de veelgeprezen burgemeester Van der Laan ook nog bij betrokken was. Ja. Met het anti-radicaliseringsunit die volledig dysfunctioneel is. Ja. En waar misschien zelfs een radicaal persoon in werkt. En dat geeft de burger geen vertrouwen. Nee, ben ik volstrekt met je eens. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar dat was geen inlichtingendienst. Nee, dat was een gemeente. Dat was een gemeente, absoluut. Een gemeentelijke. Dit had niks voor zover ik weet, had dit niks te maken met lokale inrichting. Maar die praten toch wel met de PID? En, dat weet die ik niet. Zouden toch wel signalen moeten opvangen? In principe, dat denk ik ook, maar dat weet ik niet. Want ik ken dat geval niet voldoende. Maar weet je, maar denk nou niet dat we in een volmaakte samenleving leven waar nooit wat verkeerd gaat. Ik bedoel, dat kan wel gewoon niet zo. Nee, oké, maar het ondergraaft wel het vertrouwen. Ik ben het helemaal mee eens, maar ik vind ook aan de andere kant, weet je, we leven in een veilig land als we het alleen even op Nederland betrekken. Je gaat weinig mis. Er zijn eigenlijk nauwelijks aanslagen geweest. Nederland is er redelijk goed doorheen gerold, maar dat geeft natuurlijk geen enkele garantie. Als je op Europees schaal kijkt, dan is er natuurlijk wel van alles aan de hand. Maar als je dus kijkt nu naar de aanslagen vanaf, laten we zeggen, oktober 2017, nauwelijks. Ja. Nauwelijks. In Frankrijk is er wat geweest. Ja, nu dan misschien in Luik. Nou, even kijken wat dat nou precies is. Ja, weet je, we moeten het ook niet overdrijven. Oké, dat is wat jij vaker hebt gezegd. Ja, we moeten het ook niet overdrijven. Gaat er heel moeilijk in bij mensen, denk ik, op die boodschap. Ik weet dat. Ik weet dat en ik begrijp dat ook wel. Maar ik kijk gewoon naar de statistieken. Durf ik nog door Amsterdam te lopen? Ja hoor, echt. Nee, ik doe het elke dag, dus het is echt hoor, ik heb geen moment. Ik erger me hooguit aan de enorme massa's toeristen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om de binnenstad van Den Haag te mijden. Van Den Haag niet, maar van Amsterdam wel. Ja, en te op Schiphol en op alle stations mannetjes met grote machinegeweren en van die kogelvechters. Ja, geeft dat de burger een veilig gevoel? Het geeft mij in ieder geval geen veilig gevoel. Nou, mij ook niet. Ik weet niet of het effectief is. Misschien ben ik ook niet helemaal normaal. Misschien, ik denk, ik weet niet of het effectief is. Ik had nog één vraag. Nee, maar je had toch even dat punt van, jij noemde Beatrice de Graaf, over die fijnmazigheid in die wijken. De haarvaten. Dat is echt heel erg belangrijk. Ook dat hebben we volgens mij al 12 jaar geleden het boekje Doorwit Europa geschreven. Dat is cruciaal. Kijk, een van de redenen waarom het in Nederland nog redelijk veilig is geweest, en bijvoorbeeld in België niet, en in Frankrijk ook niet, is omdat we geen vrijplaatsen hebben. Je hebt geen Molenbeek hier, bedoel je? Nee, exact. En je hebt niet banlieues waar de politie niet in durft, zoals in Frankrijk. Ja. En het is kleinschalig in Nederland. Een grote stad is hier al een stad met 500.000 inwoners. Ik bedoel, dat is, in het buitenland is dat niet meer dan een voorstad van een grotere stad. Ik bedoel, dat zijn miljoenen steden, dat kennen wij helemaal niet. We hebben ook niet steden waarin die echt vrijplaats zijn geworden voor bepaalde bevolkingsgroepen. Dat hebben we ook niet. Ik ben wel eens een keer met de politie van, wel een tijd geleden hoor, van Den Haag door dat soort wijken gereden. Ja, de Schilderswijk of zo. Door de Schilderswijk en zo. Ja, exact. Waar dus ook inderdaad dat soort types aanwezig waren. Het is opmerkelijk, werkelijk opmerkelijk, hoe goed ze weten wat er in zo'n wijk gebeurt. Ja. Echt opmerkelijk. Nou, dat is in het buitenland vaak wel. Ja, want jij noemde Frankrijk, daar is het bijna onbeheersbaar. Het is onbeheersbaar. Ja, in banlieues. Ja, daar heeft Macron natuurlijk nu een punt van gemaakt en begint nu met beleid te komen. Is absoluut zo. Maar in Nederland is het zo kleinschalig en zo fijnmazig en zo goed georganiseerd. En we smijten er zo'n hoop geld tegenaan. Dat je dus eigenlijk een heel goed netwerk hebt die je kan helpen bij het op tijd signaleren van ongewenste radicalisering. Ja, dus dat is en dat is wel een verklaring, niet de enige waarschijnlijk, maar een verklaring waarom Nederland nog redelijk gevrijwaard is. En ik ben daar een groot voorstander van en ik was dus ook in die zin weer tegen bezuinigingen op de politie, waardoor ook die wijkagenten weer zouden worden aangepakt. Ja. Dat kan niet. Dan moet je er gewoon echt veel van hebben. Ja, klinkt dat. Maar even één vraag, die heeft weer met een internationale dimensie. De Verenigde Staten hebben sinds Afghanistan en de Mujahideen, de strijd tegen de Sovjet-Unie, eigenlijk heel vaak soenitische groeperingen gesteund. Vaak ook soenitische extremistische groeperingen. Dat klinkt volledig
contra-intuïtief, want dat zijn eigenlijk ook hun vijanden geworden. Sterker nog, ze hebben Bin Laden stond ooit op de CIA-lijst. Ja, zeker. Dat was allemaal in het kader van de strijd tegen de Sovjet-Unie. Maar ook zelfs nu in Syrië is er weer geld gegaan naar allerlei al-Nusra-achtige groepen die more or less hetzelfde zijn als Al-Qaeda. Hoe kan dat? Hoe zie jij dat? Ja, dat heeft gewoon te maken met de machtsstrijd binnen die landen zelf. Ja, binnen de Verenigde Staten in ieder geval? Nee, binnen die landen. Ja, okay, en dus, vraag is, hoe kan je winnen binnen zo'n land? Ja. Dan moet je bondgenootschappen sluiten. Ja. En dat kunnen inderdaad bondgenootschappen zijn met terroristische groeperingen die je absoluut niet mag. Ja. En die je ook afdankt als je de overwinning hebt geboekt. Ik bedoel, zo simpel is dat. En daarna komt wat ze volgens mij weer de blowback noemen. Ja, dat die mensen dan aanslagen. Ja, en vind je het dan gek dat Syrië... Plus de uitreizigers vanuit de hele wereld naar dat soort landen. Dat die het ook niet meer weten. En dat ze denken van, hoe zit het precies in elkaar? Mm-hmm. Dat vind ik niet vreemd. En dan de vraag was, waarom houden de Verenigde Staten... Waarom houden ze het aan die manier van opereren vast in islamitische landen? Omdat er in hun ogen een hoger doel mee... bereikt moet worden. Ja. Zo simpel is dat. Wat zou dat dan zijn? In dat geval Assad in val brengen? Bijvoorbeeld, dat zou kunnen zijn Assad in val brengen. Dat zou kunnen zijn gebieden onder Amerikaanse invloed te krijgen. Door ervoor te zorgen dat er leiders aan het bewind komen die Amerika goedgezind zijn. Ja, dan krijg je dat soort dingen. Ik zou toch zeggen dat de les wel een keer geleerd wordt, dat die elke keer maar, weer voor mij aan dat de lessen minder hard worden geleerd dan jij en ik zouden hopen. Oké, goed. Nou, dat is dan toch nog een pessimistische afsluiting. Rob, dankjewel weer. Graag gedaan. Hoi.